Ja, la, la, la. Ja, la, la, la. Wel een paar visje vinden niet. Ja, la, la. Ja, la, la, la. Ik ben zo blij dat ik u zie. Het gaat hier beginnen. Een heel mooi feestje. Daarachter komt een optocht aan en we gaan het dadelijk allemaal beleven. Prins Werner de 21ste, die voert hier de scepter samen met de twee adjudanten. En de optocht hier, daar zijn meer dan 40 groepen, wagens of loopgroepen. Geniet ervan, bij Omroep Brabant. Heb jij ook wel eens naar gevoel? Van op nou eens de boel, maar de boel. Om te dansen en te chansen. Ach, je weet waar ik ben. Kijk, dat is het boerenbruidspaar. Maandag met carnaval vieren zij een heel groot feestje. Diverse groepen zijn er, wagens. Verschillende loopgroepen en eentje daarvan zijn de Roodse Laaileuters. Ze hebben een hekel aan kiezen en hebben daarom een klapperend gebit. En dat kiezen gaat natuurlijk om de keuzes waar de gemeente Haarlem voor staat met de gemeentelijke samenwerking en alle dingen daaromheen wat opgaan in de andere omliggende gemeente Oosterwijk, Vught, Bokstel en zoals het hier staat ook voor Tilburg. En dat is hetgene wat we nu zien, de musketeers. Hoe kleurt haren deze jaar? Kijk, en hier kon je zelf op kiezen. Dat is alvast vooraf misschien, wie weet. En hier hebben we het restje. En dit restje, dat kleurt een optocht. En dat is de gekleurde opstand. Dat kunnen we zelf ook zien. Dan komt er ineens een groot probleem voorbij. Want ook met de hulpstukken wil het niet meer lukken. Ja, en hier gaan we even terug in de tijd. We zien een hele hoop obelixen met die stenen. Het zijn in elk geval stoere, sterke jongens. Ze hebben wel hoofdpijn. Mee hoofdpijn. En ze dragen ons steentje bij. Deelnemer nummer 8, eindgoed, al goed. En ook zij brengen kleur in een optocht. Zo, dan hebben we hier de wagen van de jeugdvaart van Haren. Er zit in elk geval een hele hoop beweging in. En niet de kuiltjes in de weg. Ja,
En hier hebben we de maatjes. En die zijn honderd jaar aan het werk. Ziet er goed georganiseerd uit. Hè? Zien we hier voorbij komen met de après-ski-hut. Kijken, maar als je het gezien daarachter, daar is de kogel door de kerk gegaan. Militair, kom dichter bij onze pastoor. Ook de meneer Frans, kunt aan de kamer dichter. Er is een zonde. Echt niet achter. De pastoor is ook een broer van buurt heer. Een hele vrouwtje te geven. Carnavalsvereniging Stampers. Zij houden van lekkernij. Stoepgoed. De stoepgoed hangt er allemaal aan de buitenkant. Ik vraag me eigen af wat ze daar binnenin allemaal gebruiken. De duwdouwers, die zijn er ook bij. Cowboys. En hier een wagen van cello.
15 in de tocht hier in Haren. Het Struivendorp. Luxke. Al 11 jaar doen ze mee. Dat kan nogal. En zij gaan voor de kermis. Nostalgisch nog wel. Als vereniging Beunhaas en zij gaan dansend door het leven. Hier hebben we op stap, 18e deelnemer. Dat zijn Bob de Bauer. Zo zien ze met een slijptol bezig. Voor het wassen, want de rook die komt er buiten toe. Dit zijn de knallers en je ziet het thema hier, we moeten nou naar Haren naartoe. Deze club die kiest ervoor om helemaal ergens anders naartoe te gaan. Nou, in de Rainbow waar we net vandaan kwamen, daar is het erg hot. En hot, daar staat voor horen aan toer en zo kletsen ik alles aan elkaar. Met carnaval blazen we stoom af. Dus het moet er wel heel erg heet zijn. Dat kunnen we zien in deze mooie stoomlocomotief. En hier, oudjes in de rij, Wasstraat is vrij. Dit is carnavalsvereniging Geen Verstand. Op de wagen is een complete Wasstraat nagebouwd. Thank you.
Nou, een muzikale omlijsting. Hier door de White Ladies. En dat verloopt allemaal soepeltjes. Ze hebben al lang en een hechte band, om te kunnen zien, deze dames van de torenbuurt. Ze zitten voor het helemaal definitief aan elkaar vast. Hey, lokaal of niet? Haren, daar moeten we even een dansje voor doen, hè? Ja, kom wel, we gaan even hukken. Hukken. Hechte band van de buurt. Kom maar. Ja, maar. Hey. De Depkes. Je ziet het er zo aan af. Dit zijn de blauwe vogels. En het thema is, we hadden het ook groen kunnen doen. En hier komt de prins zelf, prins Werner de 21ste. Hij zwaait de scepter over het struifderf dit jaar. En bovenop bij hem staan zijn adjudanten Pieter van der Pas en Leon Kuipers. En zij hebben het voor het zeggen hier. Nog heel even.